Nou, die vindt vandaag een brandweerwedstrijd plaats aan de Oostwijk hier zo. Maar hoe gaat het in zijn werk? Hoe gaat het in zijn werk? Ja, je maakt als post een scenario. Je bedenkt wat. De post moet daarop reageren. Okay, en hoeveel teams doen er vandaag mee? Teams doen er mee. Uit verschillende regio's. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Ja, maar hier is dus een grote brandweerwedstrijd. En de teams, wat komen ze hier tegen? Ze hebben te maken met een technische hulpverlening in eerste instantie. Een trekkerincident met een bus. Dat is een aanrijding. Dan moeten ze een persoon uit de bus halen. Richard, hoe lang gaan we stappen? Met 5 minuutjes. En daarna switcht het incident naar een brandinzet. Ja, dat hoor je goed, Gerard. Het gaat gewoon door, hè? Ja, het gaat helemaal door. Dan gaan ze schakelen naar een brandinzet. Dan hebben ze 3 slachtoffers die ze eruit moeten halen. Dat is eigenlijk het spelletje. Maar er lopen dus allemaal waarnemers omheen. Waar letten de waarnemers op? Die hebben een aantal punten waar ze op letten. Ze letten op veiligheid, ze letten op doeltreffendheid, ze letten op aandacht voor het slachtoffer. Nou ja, zo zijn er nog veel meer punten eigenlijk waar ze op beoordeeld worden. Oké, en daar komt dan vandaag een winnaar uit? Daar komt vandaag een winnaar uit, ja. En de winnaar wie hier uitkomt, die gaat dan weer verder in een andere competitie? Inderdaad, ja. Je hebt meerdere wedstrijden in deze regio. Er zijn ook meerdere wedstrijden in andere regio's. En zo gaan ze steeds verder. En daar komt uiteindelijk een eindwinnaar uit.